We weten allemaal dat de boog niet altijd gespannen kan staan. En in het weekend nemen we dan vaak ook rust. En werken we vaak niet. Wat is er nou in het weekend, of wat maakt eigenlijk het verschil tussen de zaterdag en de zondag in herstel? Nou, het meeste herstel vindt altijd plaats op de zaterdag. En waarom nou juist op de zaterdag? Jouw onderbewuste die weet vrijdagavond dat het weekend eraan komt. En die zorgt ervoor dat al jouw biochemische stofjes, jouw actiestofjes, lekker gaan zakken. En als die zakken, dan kan je herstellen. Als het zondag is, dan weet jouw onderbewuste eigenlijk al dat het morgen maandag is. En die gaat eigenlijk al die stofjes alweer reguleren, naar boven werken. Waardoor je in je werkstand komt of in de voorbereiding om te gaan werken. Dus het meeste herstel vindt eigenlijk plaats op de zaterdag. Als je nou eens kijkt naar jouw weekend. Welke dag is ook het meeste gericht op herstel? Heel vaak hoor ik dat de zaterdag een hele volle drukke dag is. Met allerlei dingen die nog moeten gebeuren. Van rijden naar sporten tot de boodschappen. Vaak een hele volle dag. Terwijl dat juist de dag is waarop jouw systeem het beste ingericht staat op herstel. Misschien leuk om eens te kijken of je je weekend iets anders kan indelen om optimaal gebruik te maken van dat herstelmoment op de zaterdag.